Welkom bij NV Nederland. Het programma dat Belgische en Nederlandse ondernemers samenbrengt. Voor technologische bedrijven wordt de concurrentie uit lage loonlanden steeds sterker. Bedrijven dienen hun strategie aan te passen om deze concurrentie voor te blijven. In deze uitzending zien we bedrijven uit de elektrotechnische en luchtvaartindustrie die een concurrentiepositie verstevigd hebben door zich te specialiseren. Klantgerichtheid en innovativiteit zijn hierbij van groot belang. De klant heeft een probleem, wij zoeken een oplossing en we hebben een nieuw product. Dat later in deze uitzending. We beginnen met de hoofdpunten van het economisch nieuws uit Nederland. De Floriade in Venlo heeft het afgelopen half jaar ruim 2 miljoen bezoekers getrokken. Dat maakte de organisatie bekend tijdens de afsluiting van de Wereldtuinbouwtentoonstelling. De Floriade wordt iedere 10 jaar gehouden. Dit jaar was de eerste keer dat de organisatie uit de rode cijfers kwam. Canon komt definitief met een nieuwe cartridgefabriek naar Venlo. De gemeente maakte onlangs bekend dat het contract daarvoor nu officieel is getekend. De komst van de tonerfabriek werd in januari al aangekondigd. Het cleanroomgebouw 5D van ASML in Veldhoven won onlangs de Nationale Staalprijs in de categorie Industriebouw. Volgens het juryrapport blinkt het enorme gebouw uit in technische spitsvondigheden. Bedrijven hechten naar eigen zeggen veel belang aan kwaliteit. Maar kwaliteit is een loos begrip als je dit niet verder uitwerkt. LabGroup gaf haar producten eigen merknamen en ontwikkelde zelf de eerste merkkabel ter wereld. Naast kwaliteit is klantgerichtheid een van de fundamenten van het bedrijf. Lab Benelux is een onderneming actief in productie van elektrische kabels en elektrische toebehoren. Actief op de Nederlandse markt sinds 1989 en 5 jaar later ook in België. Wij maken kabels, wij ontwerpen kabels en we zoeken ook specifieke oplossingen voor onze klanten. Hier hebben we een machine gebouwd waarin kabels worden getest die speciaal voor de klant zijn ontwikkeld. De bedrijfsfilosofie van de LabGroep is vastgelegd in een viertal punten. Innovatie, klantgerichtheid, we zijn succesgeoriënteerd en we zijn ook een familiebedrijf. Bovendien zijn we ook internationaal zeer actief. We zijn overal aanwezig ter wereld. We hebben 41 verkoopvestigingen en we werken met brands. En dat is voor ons zeer belangrijk. Dus elke productgroep waarover wij beschikken heeft een bepaalde brand en dat staat dan borg voor een bepaalde kwaliteit. Wat we voor de Belgische markt kunnen betekenen is het feit dat wij ons vooral als adviseur willen opstellen. Dat we specifiek aan de kabelnoden die daar leven binnen deze branche tegemoet kunnen komen. Kwaliteit kan je alleen garanderen door goed te testen. Zeker in de high-tech-industrie is het van belang om er zeker van te zijn dat de onderdelen goed getest zijn. Activiteiten van KKE is het testen van printplaten, het laseren van kapton-onderdelen en van flex-rigid materialen. KKE doet verder zich toeleggen op het repareren van printplaten en hoofdzakelijk het speciaal testen van printplaten. Flex-rigid, dat is een printplaat die bestaat uit een rigid, een vast deel, en een flex-deel, een flexibel deel. Dat samen is dan een gecompliceerde, beweegbare print. Flex-rigid printplaten komen voor in de medische industrie, in de ruimtevaart en bijvoorbeeld ook in uw mobieltje. Eén specifiek deel wat zeker interessant is, waar nog weinig gebruik van gemaakt wordt, is het Kelvin-testen. En Kelvin-testen betekent eigenlijk dat je een print gaat waarderen op zijn kwaliteit. En door die Kelvin-meten kun je eigenlijk een hogere zekerheid waarborgen dat de werking van de print ook daadwerkelijk doet wat hij moet doen. Niet alleen nu, maar ook over 10 jaar. Wilt u meer weten over hoe Kelvin Testing in zijn werk gaat? Surf dan naar nvnl.tv voor de uitgebreide versie van het interview met de heer Charmant. Hij vertelt ons waarom Kelvin Testen zo uniek is. In de aerospace-industrie is het van levensbelang dat onderdelen 100% betrouwbaar zijn. De precisieonderdelen die Dutch Aero maakt voor de luchtvaart worden uitgebreid getest voordat zij gebruikt mogen worden. Dutch Aero is een toeleverancier voor de vliegtuigindustrie. Wij maken onderdelen voor vliegtuigmotoren, voor helikopters en voor helikoptermotoren. We hebben de afdeling Advanced Machining, waar we vooral draaien en frezen. We hebben de afdeling Sheet Metal Components. Daar maken we complexe delen van plaatmateriaal.
En als laatste afdeling hebben we de afdeling thermisch spuiten. En daar brengen we beschermende lagen aan op verschillende onderdelen. Projecten waar we heel trots op zijn, zijn bijvoorbeeld de scrolls. Dat zijn hele complexe delen gemaakt uit plaatmateriaal. Daarnaast in de afdeling Advanced Machining hebben we de IOGV ontwikkeld, samen met Rolls-Royce. En ik ben ook heel trots op de producten die we in het kader van het JSF-programma hebben ontwikkeld. Innovatie is voor Dutch Aero heel belangrijk. Wij doen het op twee manieren. We innoveren in de processen, maar we nemen ook deel in de ontwerpfase van de nieuwe motoren van onze klanten. Daar leveren wij een wezenlijke bijdrage door de maakbaarheid van de onderdelen samen met de klant te verbeteren. Snellere processen, goedkopere processen om ook concurrerend te blijven ten opzichte van de lage lonen maaklanden. Een innovatie is bijvoorbeeld het ECM, Electrochemical Machining. Dat is een techniek die hebben wij overgenomen van Philips. We hebben die techniek verder geïndustrialiseerd en wij gebruiken hem nu voor het maken van bladen en we kunnen hem ook gebruiken voor het maken van blisken. Personeel krijgen is op dit moment moeilijk, technisch personeel, dat merken wij elke dag. En name goede vaklieden zijn heel erg schaars. We hebben in het verleden veel mensen zelf opgeleid en we zullen dat ook om in de toekomst zeker te stellen dat we voldoende geschoold personeel hebben binnen dit bedrijf, zullen we dat weer moeten oppakken. Er is vooral behoefte aan goede lassers, plaatbankwerkers en CNC-operators. Waarbij de CNC-operators niet alleen de machine bedienen, maar ook meedenken in het maakproces van de onderdelen. Het is een internationale wereld. Het is een wereld waar kwaliteit op een heel hoog voetstuk staat. En je maakt gebruik van de modernste technologieën die er zijn. Dus al die drie dingen samen maakt het een heel interessante wereld om in te werken. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en een uitgebreide versie van alle interviews van deze uitzending, surft u naar nvnl.tv. Hier ziet u onder andere hoe Ad Verbeek van Dutch Aero laat zien hoe de onderdelen precies gemaakt worden. Daarnaast kunt u in contact komen met ondernemers die in deze uitzending aan het woord zijn geweest. Waar liggen de kansen? Bekijk het ook online bij NV Nederland.